Ronald, je zit hier gewoon met Evelien. Ja. Mooi, hè? Ja, dat is toch fijn? Ja. Had ik niet gedacht dat het zo snel is gegaan eigenlijk, zo makkelijk eigenlijk. Vul je alles mee? Zo makkelijk. Ja. Zo makkelijk? Ja. Jij bent een makkelijke... Ik ben heel makkelijk te versieren, Evelien. Goh. Maar jullie waren aan het facetimen toen. Ja. Meteen toen je de brieven las, pakte je Evelien eruit. Ik was gelijk al heel erg enthousiast, dus En toen gingen jullie aan het daten? Ja, dat is wel een beetje onwendig natuurlijk, eerst. Hè. En, maar goed, het voelde eigenlijk ook wel gewoon goed, zeg maar. Ik had ook al meerdere dates eigenlijk. En, Want dat ging er gewoon tussendoor? Nou ja, god, je moet... Vind jij dat niet slim? Ik deed het allemaal om de beurt allemaal. Je werkte er eerst een helemaal af, ja. En dan naar de volgende. Ja. Maar je had natuurlijk naar Ronald moeten kijken. Je had gewoon allemaal door elkaar heen moeten daten. We hadden daar toch ook de opzet voor gemaakt? Ja, allemaal tegelijk. Ja, ja, dat was een hele... Cool. Frans, die crème soep. Boer Frans. Hallo. Hey. Ik kon niet wachten langer. Je bent eraan. Je moet uiteraard. Als verrassing breng ik Frans niet alleen zijn brieven, hij krijgt zijn briefschrijvers erbij cadeau. Bezoek, Frans! Hallo! Ik denk dat dit het was. Ja, toch, ik hoop het wel. Nou, moet je even kijken. Nou, misschien al een hele hard vol. Oh. Daar ga ik nooit van wachten. 8 jaar geleden strandt het huwelijk van Frans als hij zijn vrouw bekent dat hij eigenlijk op mannen valt. Waarom heeft het zo lang geduurd? Ik was er toen nog niet aan toe, denk ik dan. Maar nu wel. En dat is het belangrijkste, toch? Frans is meer klaar voor de liefde dan ooit. Hey! Hey, hallo! Je zou zeggen dat het met zoveel leuke briefschrijvers niet meer mis kan gaan. Er is alleen één ding wat niet meegewerkt heeft en dat is zijn gezondheid. Frans worstelt al een half jaar met hartproblemen en daardoor heeft hij tot nu toe weinig actie ondernomen. Nou ja, daar gaat puffen gewoon niet voor over. En dan denk ik, nou ja, wat moet die man met mij met zo'n wrak? Nou, schoof ik dat toch wel en dan schoof ik er toch wel wat aan de kant. Zo van, nou ja, dat komt later wel. Maar je hebt eigenlijk al die mannen een beetje in de koelkast gezet. En nu is het coronatijd. Ja, de helft heb ik in de koelkast gezet en de andere zit in de vriezer dan. Ja. Nou, dan maak je eerst die koelkast leeg. Ja. Ja. Daar is dit wel de tijd voor. Ja, dat klopt. Ja, dat is zo. Je kan toch ook gewoon beginnen met te bellen? Klopt. En een keer te video bellen? Ja, nee, ik kom weer bij huis, dan kun je er rustig over nadenken. Als je aan het werk bent, dan denk je... Nou, was dat wat? Was het totaal niks? Nou, volgende. Ja, zo heb jij het. Expert. Ja, expert. Ja. 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 Hij kan het, hè? Ja. Kijk maar. Zo zelfverzekerd als Ronald nu is, zo twijfelend was hij toen ik hem de eerste keer ontmoette. Dus ik hoef niet een hele mooie meid. Ik samen met een paar kameraden, die weet je gewoon sowieso wel. Daar zal een vrouw gewoon eerder op aflopen dan mij. Zeg maar. Dus dan denk je van, laat me gewoon zitten. Want als een kameraad van mij ernaast gaat staan, dan gaan ze daar veel eerder mee aan de praat, zeg maar. Als je nou terugkijkt naar hoe je daar toen zat, wat denk je dan? Misschien zie ik dan te veel hobbels op de weg misschien. Ik ben zij is briefschrijfster, zij zocht contact met mij, dus dat is makkelijker gegaan dan. Nou, we hebben het wel eens over gehad. En hij zegt ook van ja, als zou ik jou in een café tegenkomen of zo, dan zou ik jou nooit aanspreken. Ja, ik kan me bijna niet voorstellen. Dat hij dat niet zou doen, want hij praat zoveel. En hij praat zo makkelijk. Maar hij had het niet gedurfd. Nee. Als je haar nou gewoon in het wild had gezien. Nee, dan denk ik zo, een mooie vrouw, maar daar blijft het bij. Ja, het is niet als ik nu nog een mooie meid tegenkom dat ik denk van, nou, ga ik een praatje maken. Zo. Nee, je hebt er nu één. Dat lijkt me niet heel verstandig. Ja, nee, dan heb je dus maar te pakken dan mij. Niet met die intentie, bedoel ik zeggen. Nee. Ik weet nu hoe het moet. Nee. Evelien is al snel gewend aan het leven op het platteland. Mooi toch? Ja, super. Goed bezig. En ook tussen de koeien staat Evelien haar mannetje. Ik kan bijna tegen wat uitslapen. Kijk eens hoe mooi dat gaat. Ik hoef er niks meer te doen. Het doet haar allemaal niks, zeg maar. Dan vind ik wel een beetje stoer. Ze is een beetje stoer aangelegd. Ja. En als je naast haar zit in de auto, ze rijden gewoon stoer. Het is niet dat het wel zachtzinnig gaat of zo. Prachtig is dat, ja. Daar vind ik gewoon mooi aan haar, echt. Wat doet Evelien met jou?
het maakt je gelukkig. Het maakt je gelukkig en het geeft misschien wel meer zelfvertrouwen. Ben je een blijer mens geworden? Zeker wel, zeker, 100%. Zeker.